Kanalente Masterclass, hoe heet jij? Ik ben James. Oké. En je hebt de cursus vandaag gevolgd? Ja, dat is correct. Hoe vond je dat? Het was heel educatief. Ik heb heel wat nieuws geleerd. Ja? Ook een ander beeld gekregen wat precies CBD-olie inhoudt. Oh. En ja, het is voor mij verrassend, vernieuwend. En ik denk dat in de praktijk, dat het, ja, je kan het op zoveel gebieden kan je toepassen, op een positieve manier. Ja, dat het heel veel aanvulling zal gaan geven. En niet alleen voor mij, ook voor sommige naasten die hier dus goed gebruik van kunnen maken. Wat was een speciale reden waarom je deze cursus hebt gedaan? Mijn moeder heeft ook onder andere fibromyalgie. Dit wil ik ook graag bij haar toepassen. En zelf heb ik ADHD en ADD. En het zal mij gaan helpen om zeg maar, een soort van rust ook in mezelf te brengen. Zonder zeg maar high te worden. Zodat je een soort van, ja, een soort van relaxheid krijgt wat natuurlijk aanvoelt. Oké. En je hebt waarschijnlijk dan dus ook al ervaring met ADHD en cannabis? Ja. 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 En wat doet dat dan voor je, cannabis? Cannabis maakt mij rustig. In plaats dat ik 20.000 gedachten heb die door mijn hoofd vliegen, kan ik me rustig focussen op één ding. Mm-hmm. En ik kan zeg maar ontspanning vinden. Het verschil wat ik wel heb gemerkt met CBD is dat je dezelfde ontspanning krijgt zonder de high. En dat is voor mij een hele nieuwe ervaring. En ja, daar ben ik echt heel positief over, eigenlijk heel vrolijk over. Ja. Oké. Ja, want we hebben hier net wat CBD-wiet laten proeven via de kanalator. Of sorry, via de verdamper van Evert. Mm-hmm. En hoe vond je dat? Het was voor mij een eerste ervaring dat ik CBD-wiet heb gerookt. Mm-hmm. En ik vond het eigenlijk, als persoonlijk gezegd, vind ik het fijner dan met THC. Oké. Ja, omdat je blijft een stuk rustiger. Ik heb dezelfde rust krijg ik van als wat ik dan normaal met die wiet heb dat ik bij de coffeeshop haal. Ja. Alleen ik heb niet die pressing, die druk zeg maar, wat je hebt van het high zijn op je hoofd. Dus je voelt je gewoon nog steeds open. Oh. Als het ware, helder. Okay. Maar je bent rustig. Okay. En voor iemand zoals ik is dat wel vrij uniek, deze ervaring. En je bent, zou dit ooit in de plaats kunnen komen van je tabaksverslaving? Ja, 100%. Als de sigaret die van zouden verkoopt was in de sigarettenvorm, dan... Sta jij vooraan? 100%. Ja. Ja, ik denk dat dat gaat gebeuren, hè? Dat je CBD-sigaretten krijgt. Mm-hmm. Zoals nu al in Zwitserland en Oostenrijk het geval schijnt. En het is gewoon lekker roken en het is niet schadelijk. Nee, klaar. Klopt. Ja, klopt. Tenzij het natuurlijk in handen komt van de commerciële industrie. Ja, ja. Want die gaat er rotzooi in gooien. Ja, klopt. Laten we hopen van niet. Mm-hmm. Laten we hopen dat deze kennis ook voor iedereen beschikbaar wordt. Ja. Ik raad ook iedereen aan om het eens een keer een cursus hier te volgen. Als slash workshop. Okay. Om het toch die kennis zelf op te bouwen. En dat je het zelf thuis er wat van kan maken. In plaats dat je van bedrijven eigenlijk afhankelijk zou moeten zijn. Ja, die bedrijven die hebben een beetje... Je hebt het een beetje te dik erop gelegd, hè, de afgelopen jaren. Ja, mensen willen alleen maar geld verdienen. Ja. En ik zou niet bekend willen zijn als ik hier weg ben met iemand die veel geld heeft verdiend. Ik liever dat ik veel mensen heb geholpen. Oh, dus dat ga je ook nog doen? Ja, dus daar vandaar ben ik hier. Met name voor mijn moeder ook. Ja, ja, ja. Ja. Oh, maar je moeder die had fibro, hè? Ja. En ja. Sliep slecht, hè? Onder andere. Ja. En reuma is ook in onze familie. Dus het schijnt daar ook voor te helpen. Dus we moeten het allemaal kijken welke hoeveelheden bij haar, zeg maar, isolaat. Is je moeder een vrouw van type niet zeuren, maar poetsen? Ja. Een bikkel. Oké. Okay. Echt een bikkel, ja. Van een oude stempel. Dat zijn de stereotype fibro-klantjes. Ja. Ja, ja, slecht dus slapen, niet zeuren, maar poetsen. Niet kapot te krijgen, vrouwen, blijven doorgaan. Wel, wel veel klagen, maar gewoon doorgaan. Ja. Met andere woorden, als je THC gebruikt gericht om beter te slapen, zie je dat de fibro meestal al heel snel minder wordt. Ja, klopt. Klopt. Dus dat wordt dan leuk. Ja, wat heel spannend. Ja, ik heb er echt zin in om het uit te proberen. Dus uitproberen om het haar te geven. Ja, leuk. Dan doe je het tenminste samen in plaats van dat de ene partij tegen de ander zegt, wat gebruik je cannabis? Ja, sommige mensen zijn een beetje extreem erin. En ik vind het raar, want mensen drinken wel alcohol en dat is wel toegestaan. Ik ben zelf momenteel 41. Ik blow al sinds mijn 13e. En, wel... Daarom zie je er zo jong uit. Ja, daarom zie ik zo jong uit. Ja, ja, want het is echt een opvallende... Ja, het is een eigenschap van cannabisgebruikers. Ja. Oké, dus dames en heren, als je lekker lang jong wil blijven en van het leven wil genieten, dan is cannabis hoort er gewoon bij. Ik zit erbij. Ja.
goed zo. Ja. Dankjewel. Geen dank.